Het blijft passen en meten voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om de scholen op diverse niveaus draaiende te houden. Minister Marie Leven zegt dat zij niet kan afkijken van vorige ervaringen, want die zijn niet aanwezig. Tot nu toe is de bewindsvrouw tevreden met de programma's en protocollen die het ministerie heeft ontwikkeld om het schooljaar voort te zetten. Er zijn nog steeds veel landen in de wereld die niet durven om de scholen open te gooien. En wij hebben onze scholen al een paar keer open gegooid en dat gaan we blijven doen. Niet alleen omdat onderwijs belangrijk is, maar ook omdat het voor de studenten en de kinderen psychologisch prettig is. Dat ze elkaar ontmoeten en dat ze even hun leerkrachten ontmoeten. Het stimuleert om het huiswerk en het thuiswerk te doen. Als je te lang afstand hebt van je leerkracht, dan verslapt de aandacht. Als je elke week een paar keren je leerkracht ziet, dan komt die stimulans weer om thuis een stukje af te maken. De sluiting van de scholen de afgelopen 2 maanden en de leerstof van het vorig schooljaar, die nog ingehaald moet worden, wekken bij sommige mensen de indruk dat dit schooljaar al verloren is. Echter, minister Marie Leven spreekt dit tegen. In deze situatie is het van belang dat de belangrijkste onderwerpen behandeld worden. Wanneer je een huis aan het bouwen bent en je stopt even, zeg je toch niet, osso dis lassi. Wat je gaat doen is, je gaat het afbouwen. Wat je misschien krijgt is een stukje vertraging, maar je gaat het afmaken. En dat is wat wij bezig zijn te doen. Van, luister, misschien hadden we berekend 3 badkamers en 2 toiletten en weet ik veel in een korte tijd in dat gebouw te zetten. Laten we eerst afmaken wat essentieel is. Wat is essentieel? En dat is wat we aan het doen zijn. Wat is essentieel om in dat gebouw te kunnen gaan? Snap je? Ik moet een slaapkamer hebben, ik moet een voorkamer hebben. Ik moet op zijn minst 1 badkamer hebben, ik moet op zijn minst 1 toilet hebben. De ruiten moeten dicht, dan ga ik erin. De essentiële dingen doe je om het af te krijgen. En dat is wat we aan het doen zijn. Dus het ballast gaat eruit en we gaan naar de essentiële dingen doen. En dat doen we samen met de vakleerkrachten. Dus die geven aan van dit is essentieel, dit kan er echt niet uit. En dit kunnen ze zelf op een later tijdstip zelf bekijken. De leerlingen en studenten zullen vooralsnog geen voltijds onderwijs genieten, maar 2 of 3 keer per week de school fysiek bezoeken.